Wat was er bijzonder in dit carnavalsjaar? In 1969 kwam Johan Scheffer als prins uit de Hoge Hoed. Johan was een gerespecteerd middenstander en samen met zijn adjudant Herman Inveld won ze er een spetterend carnaval van maken. Ja, een spetterend carnaval, dat is zeker wat we. Dat hadden ook wel een beetje te danken aan vrouw Annie Scheffer, want Annie was natuurlijk een begenadigd spreekster en kon hele mooie teksten schrijven. Ja, daar hebben we nog jarenlang met de gala's nog heel veel gemak van had, ook bij Deurning en Team onder andere. Ja. Maar het mooie ervan was dat Johan natuurlijk fantastische speeches had, omdat Annie voor een groot deel door natuurlijk aan met hulp. Dat maakt wel mak ook, hè? Ja, zeker. En weet je wat nog een leuk feitje is? Dat de oudste nog levende prins jarenlang in een van de meest pittoreske gebouwen uit het dorp, naast de jongste hoogheid van onze vereniging, prins Marco, heeft woont. Kan als geen toeval meer. Hoe mooi kan het winnen?